Buurtbewoners van de Kashmirstraat, Munderbuiten, ervaren een enorme stank doordat een verhuurder van mobiele toiletten fecaliën dumpt in de goot. Districtscommissaris Ricardo Bolla van Paramaribo Noordoost heeft volledige aandacht voor dit probleem. Hij geeft aan dat de buurtbewoners inderdaad een klacht bij het commissariaat hebben ingediend. Dit zal met spoed behandeld worden. Dit kan niet, dit mag niet. Dat is meer dan vanzelfsprekend. Hoor. Je gaat geen poep dumpen in een woonwijk. Dat kan niemand goedkeuren. Ja. Ik zeg zeker niet. Dus we gaan de man oproepen. In die fase zijn we nu. Ik ben nog bezig met de zaak en die zaak wordt niet met een sissertje afgehandeld. Absoluut niet. Absoluut niet. Okay. Deze dan nog een vraag, want buurtbewoners zeggen dat ze heel vaak al klachten hebben ingediend bij het commissariaat. Ja. Nee, niet heel vaak bij het commissariaat. Deze man is niet vandaag bezig. De man is al vaker betrapt op het illegaal dumpen van fecaliën in het afvoerkanalen. En de buurt, de bestuursambtenaren zijn wel geweest en de man aangesproken, zoals we dat altijd doen bij alle gevallen van burgerlijke ongehoorzaamheid. En de hoop wordt dat de mensen zich verbeteren. Maar we zien dat deze meneer, ondanks verschillende waarschuwingen vanuit de resort, toch niet afdoende op andere gedachten te brengen is. Ga ik nu dus. Die case naar mij te trekken. Deze Bolla geeft verder aan dat de ondernemer in kwestie uitgenodigd zal worden op het commissariaat, waarna er harde afspraken met hem gemaakt zullen worden. Bolla geeft aan dat er een onderzoek ingesteld zal worden naar het dumpen van de fecaliën. Hierbij wil hij zich samen met BOG en andere instanties oriënteren op het terrein van deze ondernemer. Dus we zijn nog niet klaar met deze case. We gaan nu echt deze case tot de bodem moeten uitzoeken en dan strenge maatregelen treffen. We zijn ook bezig met de buurtmanager. Ik heb trouwens inmiddels de zaak ook gerapporteerd bij de regiocommandant. Dus ik heb wel al actie ondernomen, maar de zaak is nog niet afgelopen. Ja. Van buurtbewoners verneemt de redactie dat de ondernemer in kwestie, welke ook een inspecteur van politie is, sinds 2007 bezig is met dergelijke praktijken. Hun noodkreet had tot voor kort niets opgeleverd.